Hallo, hier zijn we weer bij een nieuwe aflevering van Marleen's tuintips. Mijn tuintips dus. En deze aflevering die gaat over bloementuinen. Waarom bloementuinen? Nou, dat is heel simpel. Je kunt er ontzettend van genieten. Heel lang zelfs. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk aan te leggen en ze stellen weinig eisen. Dus vandaag ga ik jullie voordoen hoe je een bloementuin aanlegt. Daar ben ik zelf ongeveer een jaar of 4 geleden mee begonnen. Om iedere keer in april, mei, dat is de beste tijd, ze in te zaaien. Hier zie je iedereen die ingezaaid is. En dat heb ik eigenlijk gedaan vanwege de bijen. Dat horen jullie natuurlijk ook in het nieuws. Bijen hebben het moeilijk. Gelukkig gaat het nu weer ietsje beter. En daarom heb ik die bloementuinen aangelegd. Met name dus met allemaal bloemen die goed zijn voor bijen, waar ze de nectar kunnen halen. En dat had ook al gevolg. Want, er lopen nog 2 eentjes. Kijk, hier is nog een bloementuin. Die is ook al ingezaaid. Maar nu lopen we even daar naar de muur, daar ginds achter. Hier is een bloementuin, die moet ik nog inzaaien. Maar goed, er is al van alles opgekomen. Nog vergeetmenietjes van vorig jaar. En nog wat viooltjes. Mijn opa was imker. Ik dacht, waarom hang ik eigenlijk ook niet wat bijenkastjes op? Niet van die grote korven waar hele families in wonen. Maar meer van dit soort kastjes. Kijk. Deze kun je open doen. Even kijken of mij dat zo lukt. Ja. En dan zie je dus dat solitaire bijen daar hun eitjes gaan leggen. Ongeveer 10 op een rij of 12. En daar komen dan weer allemaal jonge bijen uit. En dat is natuurlijk super. En die bloementuinen hebben dus echt effect gehad. Want er zitten weer veel meer bijen, allerlei soorten in onze tuin. Ook hommels. Er zitten altijd veel aardhommels. Nou, en dan ga ik jullie vandaag dus vertellen hoe je een bloementuin aanlegt. Wat je ervoor nodig hebt zijn een riek, een hark en een schep, een schop. En een pak zaad. Ik koop altijd gemengd zaad, omdat je dan veel verschillende bloemen hebt. En die bloeien dan het hele zomer lang, echt tot ver in oktober. Het is hartstikke goedkoop. Je betaalt volgens mij nog geen 10 euro voor een 10 vierkante meter bloementuin. En dat is echt prachtig. Nou, dus zometeen zie je mij aan de gang van hoe leg je nou zo'n bloementuintje aan. Nou, dan gaan we beginnen. Ik doe het met een voice-over, want ik bleek niet zo goed te horen te zijn daar. Nou, je ziet het zaad al klaarstaan. Ik koop altijd een hele doos, omdat ja, dit is bijvoorbeeld ook 10 vierkante meter. En daar heb je echt wel een hele doos voor nodig. En je kunt ook kleine zakjes kopen met zaad. Je kunt ook zo'n doos kopen en er een paar jaar mee doen. Maar je moet in ieder geval beginnen met een stuk grond los te maken. Kijk, hier met de riek doe ik dat. Je steekt erin, niet helemaal recht naar beneden, maar een beetje oppervlakkiger. En je zeeft zo de grond. Je maakt hem eigenlijk helemaal los. Maar toch laat je het bovenste deel van de grond vooral boven met een riek. En dat is belangrijk voor het bodemleven. En voor de capillaire werking, met een schop, dan schep je het helemaal om. En dat is niet zo goed voor de grond. Dit is beter. Nou, met een riek kun je het heel makkelijk zeven als er onkruid in zit. In dit stuk zit helemaal niet zoveel onkruid. Want dit is een rond stuk waar wij het zwembad op hebben gehad. En als je er een zwembad op hebt gehad op het gras, nou, dan gaat het gewoon echt helemaal kapot. Dat is veel te zwaar, het verstikt eigenlijk. Dus hier zit niet veel onkruid in de grond. Maar goed, ik moet hem juist wel losmaken, want de grond is behoorlijk vast door dat zwembad. Het grootste gedeelte heb ik al gedaan van tevoren, want anders ging het natuurlijk veel te lang duren. Maar goed, als je een stukje hebt waar wel veel onkruid staat, dan... Ja, dan kun je dat op dat moment dat je met de riek bezig bent ook heel makkelijk uit de grond zeven.
De plek van een bloementuin is wel belangrijk. Wij hebben een grote tuin en dit ligt natuurlijk vooral in de zon, want daarom hebben we het zwembad er neergezet. En een zonnige plek is de meest ideale plek voor een bloementuin. Half schaduw kan ook, maar als je echt een donkere plek hebt of een hele vochtige plek, dan is dat niet zo geschikt om een bloementuin in te zaaien. Nou, als je klaar bent met de riek, dan pak je de hark en dan ga je wat je hier ziet, het laatste onkruid er een beetje uitzeven door oppervlakkig heen en weer te harken. En ook meteen de grond horizontaal te maken. Als je tegen het licht in gaat staan, dus eigenlijk waar nu de camera staat, dan kun je heel makkelijk de schaduw en de zonplekken zien en dan zie je heel makkelijk of het gelijk is of horizontaal is, het oppervlak. Nou is dat bij een bloementuin ook weer niet zo heel belangrijk. Als je gras inzaait, dan is dat wel verschrikkelijk belangrijk. Dan moet je echt zorgen dat het helemaal horizontaal is voor je grasmat. Dan moet je er zelfs overheen gaan lopen en voelen waar de kuilen zitten en die dan weer vereffenen. En ook dus even de grond laten zakken door een bui regen er eerst overheen te laten komen. En dan als je zeker weet dat het horizontaal is, dan kun je gras gaan zaaien. Doe jij ik op dezelfde manier als ik zo meteen het zaad hier uitstrooi. Maar de voorbereiding, dus met name het vereffenen van de grond, is bij gras heel belangrijk. Ik denk niet dat het veel uitmaakt van welk merk je bloemenzaad koopt. Ik denk dat het wel belangrijk is dat je een keuze maakt in bijvoorbeeld de bepaalde kleuren. Of, wat tegenwoordig heel veel op die pakken staat en op de zaadzakjes, dat je bloemenmengsel hebt voor de vlinders of voor de bijen bijvoorbeeld. Of gewoon in zijn algemeenheid voor nuttige insecten. Je hebt ook bloementuinzaad voor lieve heersbeestjes. Kijk, hier zie je wat ik erin gedaan heb. Dat is een hele doos. Dat is goed voor 10 vierkante meter. Dat is precies wat dit stukje groot is. En je ziet ook dat het niet alleen zaad is wat ik in die kom heb zitten. Ze doen daar spul bij, geen rijst of zo, maar bepaalde korreltjes die je dus mee verspreidt, waardoor je het zaad beter verdeelt. Anders gaan mensen het veel te dicht bij elkaar strooien. Er staan er veel te veel bloemen op een klein stukje. En dat kan niet, dus ze hebben het jou makkelijk gemaakt. Dus je hoeft het maar uit te strooien. Nou, ik strooi niet alles van die bak op. Want ik heb bij het zaad voor bijen en nuttige insecten heb ik ook nog een deel van een doos voor lieve heersbeestjes gedaan. Dat komt namelijk omdat onze hele tuin is omgeven door een hele grote beukenhaag. En in die beukenhaag zitten altijd bladluizen. Dat is helemaal niet erg. Daar kan hij goed tegen. Hij wordt er ook niet echt lelijk van. Maar het heeft een nadeel dat er heel veel mieren op afkomen. Mieren die melken die bladluizen. En dus hebben wij her en der in het gras mierenhopen zitten. En dat is natuurlijk vervelend. Want dat komt omhoog en dat maai je dan veel te kort. Dan gaat het gras eerder kapot. En om dat te voorkomen, ja, zou je eigenlijk wat minder bladluizen willen hebben. En dat doe je door veel lieve heersbeestjes in je tuin te hebben. Daarom zaai ik ook bloemen in voor lieve heersbeestjes. Die lieve heersbeestjes zitten er trouwens al best wel veel. Die overwinteren vaak onder onze dakpannen. Soms vind ik in de winter echt zo'n hele kluit met lieve heersbeestjes. En dat is heel grappig. Die maken een soort schild. Een rood schild wordt dat dan. En zo overwinteren ze. En heel vaak komen er dan in de winter wel her en der boven lieve heersbeestjes naar binnen als het raam open staat. Nou, hier zie je dat ik het gezaaide stukje licht aan het inharken ben, zo heet dat dan. En dat doe je heel oppervlakkig. En ook niet te veel. Je probeert overal maar 1 of 2 keer te harken, zodanig dat niet het zaad alleen nog maar erbovenop ligt. Als je het erbovenop zou laten liggen, dan, ja, daar zijn de vogels natuurlijk heel blij mee. Maar jijzelf wel wat minder, denk ik. Want ja, je wil nou juist graag een bloementuin hebben. En het moet ook niet te diep in de grond komen. Want het zijn maar kleine zaadjes. Bloembollen, die moeten wel dieper, hè. Die moeten net zo diep als de bloembol groot is. En als je het dan helemaal geharkt hebt,
Dan zul je zien dat ik het rek nog even met een schop ga aanpletten. Dat het goed contact maakt, de grond, met de zaadjes. Dat is heel belangrijk. Dat is ook altijd zo als je een plant in de grond gaat zetten. Dan maak je een gat natuurlijk, je maakt de grond mooi los en je zet die plant daarin. En dan kun je dat zand weer aanvullen, totdat die er gewoon mooi staat. Maar voor de haarvaatjes is het veel beter als je er een keer je voet langs zet en de grond een beetje aandrukt. Die haarvaatjes die moeten contact maken met de bodem om water en voedingsstoffen op te nemen. Nou, hier zie je mij bezig. Een schop met een behoorlijk lange steel. Ik ben zelf ook lang. Dat is handig. Ik zeg altijd, goed gereedschap is het halve werk. En ik denk dat het ook echt zo is. Als je een grote tuin hebt, is dat heel belangrijk. Als je maar een heel klein stukje hoeft te doen, dan komt het niet zo nauw. Maar hoe groter je tuin, hoe belangrijker de investering in goed gereedschap is. Je moet ook altijd je tuingereedschap, als je klaar bent en ze zouden nat zijn en vol met zand zitten, moet je altijd even met een bezempje schoon bezemen. Dan roesten ze minder, dan blijven ze veel langer goed. Nou, het is ingezaaid en zometeen kom ik nog heel even terug. Dan zie je dat ik klaar ben. Nog een laatste kleine tip. Als je zaad koopt, dan is er meestal niks aan de hand, want het heeft een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat voor die datum het zaad heel kiemkrachtig is. Dat is natuurlijk het beste. Er zijn zaden die blijven echt 25 jaar kiemkrachtig en die zullen dan nog steeds opkomen, maar een heleboel andere niet. Dus je kunt best als je zo'n doos of een zakjes koopt, kun je die een jaar of twee jaar bewaren en gebruiken. Je hoeft het niet meteen allemaal op te maken. Maar als je echt over de datum heen gaat, dan zullen er bloemen tussen zitten die niet meer opkomen. Nou, kijk, het is klaar. Doei doei! It's been a long day without you, my friend. And I tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began.